Vandaag ga ik de Lipbalm versus Real Food Smoothie Challenge doen. En het is al een tijdje geleden sinds dat ik een smoothie challenge in een video heb gedaan. Dus ik weet niet of ik er helemaal zin in heb. Want meestal zijn ze niet zo super lekker. Maar wie weet, misschien gaat het wel echt een heel erg leuk en geheim recept worden dat iedereen heerlijk vindt. Dat gaan we natuurlijk uitzoeken. Maar allereerst heb ik ook nog eventjes een challenge voor jou. Namelijk om deze video een duimpje omhoog te geven. Maar zorg er wel voor dat je je lippen gewoon zo eventjes stuit. En ja, ik weet het. Het kan misschien een beetje beschamend zijn als er mensen om je heen zijn, maar dan moet je het alsnog doen. Dus stuit je lippen, een kluk op dat duimpje omhoog. Woe! Heel erg veel succes ermee. En vergeet ook zeker niet om ook nog eens eventjes op dat belletje te klikken dat naast de abonneerknop staat, want op die manier zul je altijd op de hoogte blijven van elke nieuwe video die ik upload en hoef je er dus nooit meer eentje te missen. Hoe ontzettend tof is dat? En misschien heb je de video van een tijdje geleden wel gezien, waarin ik allemaal verschillende soorten hele rare en gekke lippenbalsems uitprobeer. Ze hebben namelijk echt de apartste smaken die allemaal gebaseerd zijn op een echt product. En in deze video ga ik die echte producten van de lippenbalsems maken allemaal bij elkaar verzamelen, in een grote blender stoppen en daar natuurlijk van drinken. Oh, ik moet je heel eerlijk bekennen dat ik er een beetje zenuwachtig voor ben, maar we gaan gewoon beginnen met de allereerste en dat is deze. Lucky Charms lippenbalsem. En misschien herken je deze nog wel van de vorige video, omdat die zo ongelooflijk groot is. Het is gebaseerd op Amerikaanse ontbijtgranen en er zitten ook allemaal verschillende soorten kleine marshmallows in. Blum, zo ontzettend lekker. Deze lippenbalsem zelf was eigenlijk ook best wel lekker. Maar ja, het is natuurlijk niet de bedoeling dat je dit gaat opeten. Maar wel de ontbijtgranen. Dus die ga ik er eventjes bij halen. En ta-ta-ta-ta. Hier is dus de vergelijking van de twee. Dit is de lippenbalsem. En dit is de doos met ontbijtgranen. Nou, heerlijk jongens. Er staat een geweldige unicorn op. Ik vind hem hartstikke prachtig. Dus ik zou zeggen, laten we dit maar gewoon meteen in de blender doen. Oh, dat ruikt echt heel erg zoet. Dat vind ik op zich wel een goed en fijn teken, want ik hou wel van zoete dingetjes. Dus hoeveel ga ik er ongeveer in stoppen? Ik heb geen idee. We gaan er gewoon voor. Zo. Wow, 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 wow. Oh, oh, oh. Yes. Nou, dat ziet er eigenlijk nog best wel leuk en gaaf uit. Het is helemaal vrolijk en kleurrijk, dus dat is goed gekeurd. En dan gaan we gewoon door naar de volgende lippenbalsem. Dit is Coca-Cola. En ik vind het zo'n ontzettend heerlijke geur. Ik hou echt heel erg veel van cola geur. En het doet me gewoon super denken aan cola snoepjes. Eigenlijk had ik die moeten nemen. Maar daar gaan we natuurlijk niet voor, want dat moet dit niet voorstellen. Het moet echt het drankje cola voorstellen. Dus, ik woon in Amerika, dus de kleinste fles cola die ik kon vinden was deze. Het is echt een gigantisch groot ding. Ik weet niet of ik het zelf nog ga opdrinken. Maar we gaan er in ieder geval een klein beetje van toevoegen in de blender. Oh jeetje, oh jeetje. Oeh. Oh, nee, 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 nee. Oh. Ik weet niet hoeveel ik hiervan moet toevoegen, maar we gaan gewoon voor... Oeh, wow. Zo, eeuw. Oh, oh nee, het begint er al gewoon niet lekker uit te zien. Oké, we gaan gewoon door. Misschien zijn alle smaken samen wel heel erg lekker. You never know. We hebben ook een lippenbalsem en dit is in de smaak Twizzlers. Ik weet niet of die heel erg bekend zijn in Nederland, maar Twizzlers zijn eigenlijk een soort van dropveters. Voornamelijk in aardbeien smaak. Alleen, het smaakt niet echt helemaal naar de Nederlandse drop, maar zo kan ik het het beste omschrijven. Ik vind ze zelf wel heel erg lekker. Het is natuurlijk bedoeld als een snoep en zo ziet de verpakking eruit. Dus we hebben hier de vergelijking van de lippenbalsem Twizzlers met de echte Twizzlers. Eigenlijk lijkt het wel een beetje alsof dit gewoon één zo'n dropveter is. Maar we gaan hem eventjes openmaken. Oeh. Tada. Wow. Ha. Oh. Ze zien er eigenlijk een beetje uit als plastic of zo. Echt heel erg apart. Maar ik moet er natuurlijk niet mee spelen. Het moet allemaal in de blender. Zo. En ik denk dat er nog wel meer in kan. Misschien moet ze eventjes apart erin. Ha. Nou, eigenlijk ziet dat er wel heel erg leuk en vrolijk uit. Het geeft een mooi goed kleurtje aan de hele blendgedeelte. En hopelijk wordt de uiteindelijke smoothie ook nog een beetje leuk. Maar dat betwijfel ik. We gaan maar gewoon eventjes door. Dit is Fanta Strawberry. En het ziet er zo ongelooflijk schattig uit. Het is eigenlijk gewoon in de vorm van een klein bekertje met ijsklontjes en een rietje erop. En daarbij vond ik het ook zo geweldig uitzien. Want als je hem openmaakt, dan heb je dit leuke ei. Nou, hartstikke tof jongens. Alleen het probleem is dat ik dus geen Fanta Strawberry kon vinden. Maar wel gewoon een Fanta. Dus dan moeten we het maar gewoon zo op die manier doen. Ta-ta-ta-ta. Wow. Zo, dit is echt een hele zware fles. Maar hij ziet er ongelooflijk oranje uit. Het is wel super jammer dat het geen aardbeiensmaak is. Maar de Twizzlers zijn al aardbeiensmaak. Dus misschien doen we er nog eentje zo bij. En dan maken we dit open. Oh, oh. Yes, ik heb hem. Gelukkig is hij niet overal over me heen gekomen. En go. Zo, ik heb geen idee. Oh, nee. Ah, de om. Oh.
het gaat overal naartoe. Maar de ontbijtgranen beginnen nu een beetje zo te zweven of zo. Het is echt heel apart. Oh, ik begin me wel heel erg zorgen te maken over deze smoothie en hoe lekker die gaat worden. Mm. Er is natuurlijk maar één manier om erachter te komen. En dat is om hem helemaal af te maken en uit te proberen. Maar of ik er zin in heb, dat is een ander verhaal. Ah, hier hebben we iets heel erg mega vrolijks. Dit zijn namelijk Rainbow Nerds. Nou, nerds zijn van die kleine harde snoepjes. Ik denk dat de meeste van jullie ze wel kennen. Ik ben er zelf niet echt een giga grote fan van. Ik vind ze op zich wel lekker. Maar ze doen altijd een beetje pijn aan mijn tanden. Maar oké, de verpakking is in ieder geval hartstikke leuk en schattig. En qua design zien ze er eigenlijk allebei precies hetzelfde uit. Behalve dat deze dan natuurlijk een stukje kleiner is dan deze. Dus, hoeveel ga ik hiervan instoppen? Ik denk dat ik maar gewoon de hele doos ga doen. Waarom ook niet, jongens? Zo, wow! Oké, dit was de halve doos die in de blender kwam te zitten. Maar het maakt ook niet uit. En dan hebben we hier natuurlijk nog een hele leuke lippenbalsem. En dit is in M&M smaak. En wat ik hier zo ontzettend geweldig aan vind, is dat de bovenkant een hele leuke blauwe M&M heeft. Nou, nu kan je helaas niet alleen maar blauwe M&M's in de winkel kopen. Dus ik heb gewoon een zak gekocht. En die gaan we er allemaal maar in stoppen. Waarom ook niet? Ik denk dat er op zich wel genoeg ruimte is voor de hele zak. Dus de hele zak gaat erin. Zo! Yes, nou, het ziet er eigenlijk wel heel erg leuk en lekker uit. Het doet me een beetje denken aan een hele gezellige leuke snoepwinkel. Die een beetje beschimmeld is hier zo aan de onderkant. Maar laten we daar maar eventjes niet al te veel op letten. En dan hebben we natuurlijk als allerlaatste deze Diet Pepsi. Oftewel Pepsi Light. Ik vind dit een ontzettend leuke verpakking. Want het is in de vorm van een Pepsi Light fles. En dit is holographic. Alleen volgens mij is het op de echte Pepsi niet zo. Oh ja, het is een soort van reflectief of zo. Nou ja, het ziet er in ieder geval alle twee hartstikke leuk en gaaf uit. Dit is natuurlijk wel een stukje donkerder dan deze. Maar dat komt omdat dit de allerechte Pepsi is. Dus, alsjeblieft, alsjeblieft. Oeh, ja. Oh, dat ruikt zo ontzettend lekker. Ik vraag me eigenlijk af wat jij lekkerder vindt. Pepsi of cola? Het is natuurlijk de eeuwenoude vraag. Maar heel veel succes met dit uitvechten in ieder geval. En go! Zo. Oh jeetje. Oh nee, het verpest het helemaal. Het ziet er helemaal niet zo leuk meer uit. Oh, dat is zo ontzettend vies. Ik vraag me af of deze blender dit allemaal kan gaan blenden. Want dit zijn best wel harde snoepjes en zo. Maar er zitten in ieder geval genoeg natte dingen in. Om het allemaal misschien ietsje zachter te maken. I don't know. We gaan het maar gewoon eventjes zien. Nou ja, de deksel moet er natuurlijk nog wel eventjes op. Ha! Prachtig. We zijn klaar om er een smoothie van te maken. Oh, help. Wow, ik ben echt maar een minuutje weg geweest en het ziet er nu al zo uit. Maar ik heb natuurlijk een beker nodig en daarbij ook een veiligheidsbril. Dus die ga ik even opdoen. Ta-ta, want veiligheid boven alles. Ik zet hem aan. Ik weet niet of ik dan al ga beginnen, maar... Nou, ik denk dat ik er nu gewoon helemaal klaar voor zit. Dus daar gaan we dan, jongens. 3, 2, 1, go! Dat gaat echt ongelooflijk heftig. Ik weet niet zeker of alles gewoon helemaal geblend is nu. Maar ik denk dat ik er nu ook wel een klein beetje klaar mee ben. We moeten het maar gewoon eventjes overgieten in een glas. En we gaan kijken hoe het allemaal gaat smaken. Daar gaan we dan. Goed, ik denk dat het nu wel genoeg is. Denk aan iets lekkers. Denk aan iets lekkers. Oké. En go. Dat is echt zo'n rare smaakexplosie. Als je dit gedeelte uit de video ziet, dan betekent het dat je hem helemaal tot aan het einde hebt bekeken. En dat is super leuk. En er is één manier waarop je dat kunt bewijzen. Namelijk door de vraag van vandaag te beantwoorden. En die is, als je je hele leven nog maar één bepaald snoepje mag eten, welke zou je dan uitkiezen? Laat het me zeker eventjes weten in de reacties hier onder deze video. En dan zie ik je natuurlijk weer in de volgende video. Doei!